Het was sowieso bedoeld van mij te gaan als een eerbetoon aan het dorp. Dat vond ik voorop staan. Ik ben een dorpsjongen. ik hou veel van het dorp. Ik woon weliswaar in de stad. Die vraag krijg ik natuurlijk nu wel. Hoe ja, kan gaan iemand... we zo meteen over praten, ook natuurlijk. Ja, hoe kan iemand een boek over het dorp schrijven en zich een dorpsjongen noemen terwijl hij in de stad woont? Maar dat is simpel te verklaren: ik hou heel veel van het dorp. Mijn vrouw houdt heel veel van de stad. En ik hou heel veel van mijn vrouw. Vandaar dat we in een stad wonen. Maar anders zou ik in een dorp... Anders zou je in een dorp gewoond hebben. Uh, anders zou ik zeker in een dorp gewoond hebben. Misschien zelfs wel in mijn geboortedorp Adelerikstel, Zuidoost-Brabant bij Helmond. Um, en het dorp staat erg onder druk. Uh, ik moet vrij geregeld spreken op bijeenkomsten die gaan over dorpenfusies. Ik ben er dan meestal bij om wat tegenwicht te bieden... Ja heel veel dorpen moeten fuseren. Ik was uh, zeer onlangs nog in een gemeente Schaik. En Schaik is een dorp, uh, valt onder Landert, daar zitten al andere plaatsen bij, onder andere Zeeland, het plaatsje Zeeland zit erbij. Maar nu is er weer sprake van dat die al gefuseerde gemeente Landert samen moet gaan met Uden. En je merkt dan toch als je met de dorpswoners, pra dorpswoners praat, dat heel veel mensen daar tegen zijn. Die willen dat niet, maar de bestuurders, die willen het vaak wel. Daar is mijn boek ook een beetje een tegenwicht uh, tegen. Maar tegelijkertijd wil ik ook de mooie ingrediënten en sowieso ook de bijzondere ingrediënten van het dorp van 60, 70 jaar geleden in kaart brengen. Want wat is eigenlijk een dorp? Uh, heel veel mensen denken dat een dorp een plaats is zonder stadsrechten. Uh, en dat een stad dus een stad is die stadsrecht heeft. Maar die stadsrechten die gelden niet meer sinds 1851. Toen hebben we een gemeentewet gekregen. En vanaf dat moment is elke plaats een gemeente. En als je nu moet zeggen wat is een dorp of wat is een stad, dan is het enige antwoord erop dat je kunt geven, het enige zinnige antwoord. Een dorp is een dorp als de meeste mensen die er wonen, zeggen dat het een dorp is. ...zeggen de meeste mensen dat ze in een stad wonen. Dan wonen ze in een stad. Er is dus geen hard criterium meer. En je merkt soms ook dat sommige plaatsen er moeite mee hebben. Zijn ze nou een dorp of zijn ze een stad? Sommige mensen vinden, ja, maar ik woon in een dorp. Andere mensen zeggen, nee, maar wij wonen toch in een stad. Dus het hangt ook niet meer af van het aantal inwoners. Hoewel heel veel inwoners wel het gevoel kan geven wonen in een stad. Hoogbouw kan ook het gevoel geven wonen in een stad. Maar een hard criterium is er niet meer. Het aantal inwoners bepaalt alleen de hoogte van het salaris van de burgemeester.